Al 2 maanden zijn de deuren van poppodium Corneel in Lelystad gesloten. Geen muziek, geen publiek, maar er gaat verandering in komen. Want gisteravond werden weer de eerste optredens aangekondigd. We praten erover met Rob van der Ham van Corneel. Rob, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoi. Wat gaat er plaatsvinden bij jullie in Corneel? Ja, we hebben vanaf 22 mei gaan we livestream. We zijn niet de eerste poppodium in deze provincie die het gaat doen. Maar wij hadden zoiets van, voor de muzikanten in Lelystad wouden we gewoon weer een plaats gaan maken om een podium te bieden. Maar dan op de digitale manier. Ja, Rob, wat staat er allemaal gepland? Welke artiesten kunnen we verwachten? Nou, 22 mei beginnen we gewoon gelijk met Goeie Knaller. En het gaat Streamingfest, Corneel Streamingfest heten. En we hebben op die avond hebben we 4 toffe Lelystadse artiesten. En we beginnen met Jon Clay, zijn rapper met Floriginal. En de DJ die ze meenemen, Witold Kush. En die gaan een lekker goede rap neerzetten. En de 2e act die we hebben op die avond, wat begint om 7 uur in de avond, dat gaat even lekker door, is Tarragona, Lelystadse rock, hardrock band. En die gaan een toffe akoestische set neerzetten. De 3e act die we op de avond hebben is country Americana band. Lelystadse dichter Thomas Gerla zit erbij. En dat is The Wild Hunt. Wordt fantastisch, swingen in de woonkamer. Dus zet alles maar opzij. En de laatste act is DJ. DJ, moet ik even goed uitspreken? Ja, precies. Is DJ Itna. En dat is een jongen die veel bij Urban Village dingetjes doet. En zijn nummers opneemt. En veel dingen. Ja, veel eigen dingen of eigen nummers promote en produced. En die komt lekker een harde hardstyle dance set draaien. Er zijn de buren vast blij tussendoor mee. Precies. Hey, maar Rob, heel even. Zijn al die artiesten nou in Corneel en wordt dat gestreamd? Of zitten ze allemaal op hun eigen locatie en dat bundelen jullie in een eigen stream? Nee, deze artiesten gaan we streamen in tijdslotten. Dus die krijgen een half uur de tijd. En daar zit dan nog een tijd in dat ze kunnen vertrekken en kunnen komen. Dus we gaan echt puur met weinig artiesten in de zaal zitten. En dat willen we sowieso. En, het wordt een soort Jules Holland dan? Ja, een beetje zoiets. En dan tussendoor hebben we heel veel artiesten die ik heb geregeld, die tussendoor wel vanuit thuisopnames met filmpjes tussendoor komen. Dus die gaan we monteren en dat wordt erg leuk. En er zitten een aantal hele toffe verrassingen bij. Oh ja, maak ons een beetje lekker. Wat voor soort iets? Ja, ook wel wat bekendere nationale bandjes die ook popronde hebben gespeeld. En daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Nee. Daar wil ik nog niet te veel over zeggen. Hoe kunnen we het bekijken, Rob? We kunnen het 22 mei vanaf 7 uur bekijken via de Facebookpagina van de Corneel. En we gaan kijken of we ook nog even via YouTube kunnen gaan. Maar het is vooral de Corneel Facebookpagina. En de server kan dat aan? Ja, de server kan daar aan. Ja. En dat is dus op 22 mei, dus over 2 weken. Vandaag gaan jullie dit nou vaker doen? De bedoeling is dat we dit hier na de rand vaker gaan doen. En het liefst gewoon met de muzikant uit de regio. En gewoon weer even het podium bieden naar de mensen thuis. Ja, want krijgen jullie al veel berichten van vaste bezoekers dat ze het missen om naar Corneel te gaan? Ja, zeker. En gisteravond hadden we al een proef livestream met de band Poet Trio, ook met het stadsdichter Thomas Gerla erbij. En dat hadden we alleen voor onze vrijwilligers gedaan en dat was al een groot succes.
was superleuk. En iedereen zei al van, oh, wat missen we toch om daar weer binnen te staan. En ik hoor veel meer mensen die zo... dat zeggen van dat ze graag weer binnen willen komen. Ja, Rob, nou is het zo dat normaal gesproken als je in Corneel een optreden bijwoont, dan betaal je daarvoor een kaartje. Dit gaat via Facebook, dat gaat dus allemaal gratis. Je zou toch liefst toch een beetje geld willen verdienen met dit soort dingen. Kan dat niet? Ja, we zitten wel een beetje over na te denken. Natuurlijk, iedereen denkt hierover na. We willen wel een... iets van een donatieknop gaan verzinnen of een thuisbiertje. Omdat we toch een beetje het geld willen inzamelen natuurlijk voor de regionaal talent. Die we in de toekomst toch ook gewoon nog dat podium willen geven. Dus daar zijn we wel mee bezig. Ja, en nou 1 juni tot die datum zijn in ieder geval de deuren gesloten van Corneel. Dus dan kan er geen publiek naar binnen. Daarna mag je geloof ik maar met maximaal 100 als je daar de ruimte voor hebt. Moet iedereen 30 straks zelfs. 30, ja. Moet iedereen dan straks op een stip staan als ze naar een optreden willen kijken? Hoe gaan jullie dat doen? Weet je daar al wat over? Ja, we zijn wel heel druk met vergaderen hierover. En we hebben heel veel opties al en... Dan moeten we toch even bij elkaar gooien. En daar hebben we dan nog een paar een tijdje voor. Maar ja, het is wel. Ja, we willen natuurlijk wel weer iedereen graag als gast zien. Maar we gaan het wel vakken. Het is zoveel verschillende dingen zijn al voorbij gekomen. Dus ja, daar moeten we even nog goed over nadenken. Nou, in ieder geval kun je vanaf 22 mei een livestream kijken van Corneel. En er komen dus allemaal regionale bands en zangers en van alles voorbij. Zodat je toch nog van het regionale talent kan genieten. Dankjewel, Rob van der Ham van Corneel.